We zijn viral. Wat? 2000 likes? We hebben een beetje geluk. Wordt dit opgepikt en helpt iedereen met ons mee. Deze kan ik als de telefoon traceren. Wat? Doe even normaal, wacht even. Oké. Weet je, laat maar. Zeikwijf. Geef me één goede reden om niet de politie te bellen. Geef mij één goede reden om de politie niet te bellen. Wat heb jij met Kenneth gedaan? Wat doe je in mijn huis? Ik herken deze sok. Die is van Kenneth, mijn allerbeste vriend. Hij is al 4 dagen vermist en hij stapte bij jou in de auto. Dus? Wat was het, hè? Schaamde je? Luister, alsjeblieft. Kenneth is mijn vaste scharrel. Ik ga vreemd, ja, maar ik schaam me precies nergens voor. Ik heb nooit iets met Kenneth gedaan wat hij zelf niet wil. Dus je kende hem langer? Ja. Hij wilde juist afspreken om het uit te maken. Maar... En jij was bang dat hij iets tegen je vrouw zou gaan nee. zeggen? Nee. Nee, dat zei ik niet. Kijk, normaal gesproken zet ik hem thuis af, maar dat wilde hij deze keer niet. Hij is echt alleen naar huis gegaan. Ja, snap dat iemand dat zag zijn. Hé, wacht! Laat me los! Oh! Zonder toestemming de locatie traceren was niet slim. Het onderzoek op social media delen, niet opportun. Ja, we waren bezorgd. Ja, dat we niks deden, dat begrijp ik, ja. Mensen op social media hebben snel een oordeel klaar. Kijk, telkens als er een vermissing binnenkomt, zetten we al onze middelen in. Nu ook. Er zijn alleen wetten en protocollen waar we ons aan moeten houden. Ja. Mijn vriendin is nu naar die locatie. Ik kan het niet bereiken. Ja, ik heb meteen toen je belde een verzoek uitgezet bij de wijkagent om haar te vinden. In ieder geval is elk bewijs dat je vriendin ontdekt onbruikbaar. En jullie zijn op deze manier opzettelijk het onderzoek aan het verstoren, begrijp je dat? Ik wil hetzelfde als jij. Je moet alleen beloven dat je je buiten het onderzoek houdt. En geen... media op ons afstuurt. Dan kijk ik wat ik kan doen om de prioriteit te verhogen.
deal. Deze vond ik in het huis van waar die hacker me naartoe had gestuurd. In deze lag een Kennetskamer. Je hebt bewijs meegenomen? Hallo? Hoor je wat ik zeg? Ik weet misschien wie de dader is. Hij was die avond met Kenneth op date. Ja, hoe kan je dit nou doen? Ja, maar je hebt misschien dat hele onderzoek nu al verpest, hè? De bok die zei dat het totaal niet handig is. De bok die zei? Ben je nou alweer naar de politie geweest? Ja, ja, ik dacht dat je iets impulsiefs ging doen. En voilà! Ho, ho, moet je het even niet om gaan draaien, hè? Jij denkt nog steeds dat de politie niks fout kan doen. Maar de politie die laat ons wel mooi in de steek, hè? Iedereen hier die laat ons in de steek. Ik trek dit niet meer. Ja, constant te doen denken. Hè, alles is altijd ruk en kut en kloten. En wat doe je eraan? Lekker bank hangen? Een zeik op het internet? Nou, woehoe. Oh nee, nee, wat laten we allemaal eens lekker zoals metten gaan leven. Hè, lekker met de dwang naar prestaties en vriendjes. Oh, en laten we vooral de fucking calamiteitpotjes niet vergeten. Als Kenneth terug is, ga ik een andere kamer zoeken. Kan je hem lekker wegjagen met je hysterische gezeik. En zet je fucking trilfunctie uit. Wie heeft die nog in 2019? Met de... Wat? Hij leeft. Hij leeft. Hij leeft.